In de sociale wetenschappen is steeds meer data beschikbaar door technologie. Dus er is een hele hooiberg aan data eigenlijk. En mijn onderzoek gaat erover om die hooiberg zoveel mogelijk te reduceren. Zodat je die ene speld van informatie die je eigenlijk nodig hebt, makkelijker kunt vinden. Nee, ik was helemaal niet goed in wiskunde. Op de middelbare school ook niet zo goed. Ik heb sociale wetenschappen gestudeerd, onder andere psychologie. En daarna heb ik ook een master in de psychologie gedaan. Maar ik vond tijdens dit hele traject vond ik statistiek altijd wel superleuk. En na mijn master ben ik een jaar gaan werken als data manager. En ik vond die data ook superleuk. Dus toen ben ik weer gaan studeren in een onderzoeksmaster statistiek. Ik bedacht me dat in de sociale wetenschappen ook steeds meer grote datasets beschikbaar komen door technologieën. Toen kreeg ik de kans om een onderzoeksvoorstel te schrijven over het analyseren van grote datasets in de sociale wetenschappen. En dat heb ik ingediend bij de NWO en daar heb ik toen een beurs voor gekregen, wat super cool is, want nu kan ik gewoon mijn eigen onderzoek gaan doen. Ja, ik doe mijn promotie eigenlijk in 4 dagen per week. En 1 dag per week, daar kies ik dan woensdag voor, dat breekt de week lekker, zit ik op de Universiteit van Amsterdam. Daar ontwikkelen we een nieuw stukje software om eigenlijk statistiek heel makkelijk te maken voor wetenschappers. Bestaat natuurlijk wel al, statistiek software, maar dat is vaak heel gesloten of heel onvriendelijk voor gebruikers of heel duur. En wij maken dat helemaal open en gratis en voor iedereen. Ik deel alles. En dat is iets wat heel belangrijk is in de wetenschap. Als ik iets deel, dan kunnen andere mensen daar wat van leren. Maar ik leer er ook heel veel van. Want andere mensen die hebben vaak goede ideeën over mijn werk. Dus ik kan daar weer dingen die zij zeggen in mijn onderzoek gebruiken. Ik probeer heel erg mijn werk en mijn vrije tijd gescheiden te houden. Dat lukt best wel goed, maar soms loopt het een beetje over. Dat vind ik best wel leuk, want programmeren is in principe ook mijn hobby. Maar ja, dan wordt het wel heel veel achter de computer werken. Dus ja, soms moet ik echt even weg. Dan doe ik iets heel anders, zoals bijvoorbeeld trompet spelen. Daar ben ik net mee begonnen. Of ik moet even naar buiten, dan doe ik een wandeling, bijvoorbeeld door de botanische tuinen. Faces of Science.